Deze highlights worden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Veel geroep. En Mbappé, nee, komt niet tot een schot. En als hij daar blijft hangen in de 16, dan weet je maar nooit of hij voor een goede voet valt. En dat is niet het geval. City kon wegwerken. Hier Neymar, een kans. En nog afgeblokt. Het was Silva die er zich voorgooide. Maar hij is een Rodri. Di Maria, scherp aangesneden, erin gekopt. Het is weer Marquinhos, denk ik, die scoort. Marquinhos doet het weer. Uitstekend aangesneden, Di Maria. PSG leidt op het kwartier met 1-0. De captain is van goud waarde. Ederson geklopt door zijn landgenoot. 1-0, Paris Saint-Germain. Schitterende trap om te beginnen natuurlijk. Ja, en dan perfect ingelopen en echt bewust ook naar die verste hoek gelegd. De Bruyne komt daar nu schoorvoetend aan. Foden. Nog helemaal niet in de wedstrijd, voor Foden. Nee. Hier een bal. En nog goed gedaan van Bernardo Silva. Ja, de paal en een handje van Navas. Het leek een bal waar hij niet meer bij kon. Nee, maar weer gekopt. Oh, tegen de paal was dat, zou ik bijna durven denken. Of was hij ernaast? Daar er net over. Hier ineens Bernardo Silva en de kans voor Foden. En de save van Navas. Nu ja, safe. Hij moest gewoon blijven staan. Dit moet Foden toch beter afwerken. Laag links of rechts. En niet op de perfecte hoogte. Geen hoek kunnen kiezen. Waarom niet? Het scheelde niet zo gek veel, denk ik. Zinchenko, Kevin De Bruyne. Een hoge bal en de goal! Kevin De Bruyne, die valt er zomaar in. Hij wilde een voorzet trappen en door iedereen gemist. En Navas verrast. En daar is de gelijkmaker Kevin De Bruyne. Net voorbij het uur. En die komt echt wel uit de lucht vallen. Ja. Het was overwicht, maar er was geen enkel moment van dreiging. En de held van al zoveel wedstrijden dit seizoen is verrast, Keylor Navas. Bal verlegd naar de hoekschop. Helemaal naar de andere kant. En dan voorzet natuurlijk, die door niemand geraakt wordt. En dat is altijd vervelend voor een doelman. Want je rekent een beetje op de deviatie van de een of de ander en die komt er niet. De overtreding van Gueye, die was het beu. Al wat rondgetik en een gele kaart. Ja, dat was echt uit frustratie. Precies wat ze doen natuurlijk, de tegenstander echt murren tikken. De Bruyne kijkt en de captain mag zo meteen zijn kans gaan. Hij gaat het ook proberen. 20 minuten voor het einde. Nee. Het is toch Mahrez. Oh. En erin. Verrassend. Oh, Mahrez. 1-2 voor Manchester City. Iedereen kijkt naar De Bruyne. En Mahrez verrast. Alweer Navas. En de hemels. Stort toch op het hoofd van PSG. Door de muur. Oei, door de muur. Ja, springen en draaien.
dan moet je hem niet zetten als de bal erdoor gaat. Nee. Hier een gele kaart. Een fout, ja. Ja, maar de frustratie komt bovendrijven. Ja, dat is door gewoon geen bal te raken. Voilà. Direct rood. Ja, ik denk dat het vol op de kuit was. Ja, ja. Direct rood voor Gueye. Het gaat van kwaad naar erger met Paris Saint-Germain. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.